Rodi, net de laatste training voor die wedstrijd tegen Willem II. Lekker getraind? Ja, zeker. Zeker. Ja, ging prima. Ja. Is dat nog anders voor jou? Ik bedoel, je staat nu in de basis. Dat is natuurlijk anders dan de voorgaande wedstrijden. Ja, tuurlijk. Ja, je bereidt anders voor en zo. Kijk, tuurlijk. Ja, normaal gesproken ben je ook gewoon scherp. Maar ja, je gaat er nu wel met het gevoel in van, ja, ik ga morgen spelen. Dus ja. Nee, dat is leuk. Je hebt natuurlijk eigenlijk een hele lange voorbereiding richting die wedstrijd. Is dat een voordeel? Ja, denk ik wel. Ja, ik heb me echt top kunnen voorbereiden. Dus ik ben er klaar voor. Ja. Waar kijk je het meest naar uit als het gaat om die wedstrijd tegen Willem II? Nou, gewoon dat ik mezelf nu kan laten zien. Gewoon in de Eredivisie. Ik denk dat dat, het beste is, ja. Okay. Kan je er nog meer uitleggen waarmee je bedoelt van ik wil me laten zien? Ja, ik speel natuurlijk mijn wedstrijd in Jong normaal. En ja, is toch een niveautje lager. Dus ja, ik ben benieuwd hoe dat nu gaat in de Eredivisie. Ja, en hoe werkt dat bij jou dan in de voorbereiding? Komen er dan extra spanningen naar boven? Nee. Ik ben sowieso, daar heb ik sowieso weinig last van. Dus kijk, gezonde spanning hoort er altijd bij. Dat heb ik altijd wel. Maar nee, het is niet extra nu of zo. Nee. Jullie zijn natuurlijk veel samen als keepers. Je bent veel samen met Marco Bizot. Volgens mij heb je ook een vrij goede relatie met hem. Hoe verloopt dat contact met hem? Wat zegt hij tegen jou deze dagen? Ja, ik lag ook met hem op de kamer in Alicante, dus dat was ook sowieso leuk. Nee, ik heb gewoon, hij zei ook gewoon tegen me, als ik dingen aan hem wil vragen of zo, of dingen wil weten, dan kan ik bij hem langs. Dus nee, dat is leuk. Ja, en heb je wat gevraagd? Nee, dat niet. Niks? Nee, schoot me niks te binnen. Niet, en ook niet dat hij zegt van, wellicht dat hij nog een bepaald advies geeft of tips? Nee, ook niet. Nee, we zijn elke dag met elkaar ook op training en zo, dus daar praat je ook wel met elkaar en zo, weet je. Dus. Nou, het lijkt me in ieder geval mooi om dan in zo'n kraken, de nummer 2 tegen nummer 4, Willem 2, om dan te spelen. Hoe voelt dat voor jou, zo'n wedstrijd? Ja, dat is zeker leuk dat het tegen Willem 2 is. Mooi potje, dus ik heb er zeker zin in. Geniet ervan, dankjewel.